Na het bekijken van deze video kan je een spel spelen over de menselijke oorzaken van verwoestijning. Houtkap en het platbranden van de begroeiing zorgt voor minder vegetatie en beworteling van de planten. Daardoor kan het zand makkelijk worden meegenomen door de wind. Hellingen worden bewerkt met landbouwwerktuigen en hiervan zie je het resultaat. Het leidt tot landdegradatie en weer kan het zand makkelijker mee worden genomen door de wind. Verkeerde ploegrichting op de hellingen kan zogenaamde gul-erosie veroorzaken. Een monocultuur. Door het verbouwen van één en dezelfde soort gewassen raakt de grond uitgeput en is er minder begroeiing en meer kans op verwoestijning. Te zware irrigatie kan leiden tot verzilting. Door jarenlange verdamping is de bodem zouter geworden en een te hoge grondwaterspiegel kan leiden tot dode planten. Buitengewone exploitatie van grondwater kan leiden tot verdroging en verzilting. Waterelosie leidt tot het wegspoelen van landbouwgrond. Het ontginnen van bossen en vegetatie voor de landbouw kan direct leiden tot verwoestijning. Een enorme bevolkingstoename leidt tot meer watergebruik, meer ruimtegebruik en meer ontbossing. Veeteelt begraast zwakke vegetatie. Dit leidt tot zogenaamde overbeweiding en daardoor heeft de wind weer vrij spel op het zand. Test je kennis over de menselijke oorzaak van verwoestijning in dit spel. Bekijk de link in de beschrijving. Luister naar Geogofonic en abonneer je op mijn kanaal.